urineresten, bacteriën, poep, wc-papier, dat soort zaken. Jaap Eikelboom vindt het allemaal terug op het dak van zijn woonboot in de Amsterdamse binnenstad. De grote boosdoener is deze plaskrul vlak naast zijn boot. Elke dag als ze hem schoonspuiten komt veel viezigheid op zijn dek terecht. Het is gewoon zo smerig. Groene aanslag, dingen bladeren af, je ziet wc-papier daar liggen. Ik bedoel, als ik dit niet schoonmaak, dan wordt het alleen maar erger. Weet je, en het is ook slecht, je ziet hier zo, je spullen gaan ook gewoon kapot. Ik zag u net dat u aan het plassen was. Maar de meneer die hier woont, is het niet zo blij mee met die plaskrul hier? Nee, nou, ik begrijp het wel hoor, want ja, er wordt natuurlijk heel veel geplast natuurlijk. En door de gemeente wordt het dan schoongemaakt. En met een hele harde spuit. En dan gaat alles in die woonboot. Ja, en de geur en de vuil en zo. En ja, niet prettig. U dacht niet van, ik pak even de volgende? Nee, die is veel verder. Ik was nood, ik moet passen. Ik denk dat die krul, zoals het heet, er eerder stond dan de boot hier lag. En ik denk dus, mijn voorkeur gaat uit dat de krul hier moet blijven staan en de boot maar een ander plakje moet zoeken. Ik ben helemaal niet tegen een openbaar toilet. Zet een openbaar toilet neer. Vind ik helemaal geen enkel probleem. Als dit de perfecte locatie is, zet hem vooral hier neer. Maar zorg er in ieder geval toch een goed exemplaar is. Omdat je netjes afsluit. Weet je, dit is gewoon echt gewoon een open riool. Hè. Geen stromend water. Je pissen mensen tegenaan. En het blijft allemaal liggen tot ze het de volgende dag weer schoon komen maken. Als je hier staat, die ruikt het ook, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Stinkt. Ja, ik ook. Daarom ga ik weg.